Even een serieus zaak. We hebben het gisteren niet besproken. Rij Vloed. 3,5 jaar is de eis. Was natuurlijk een... Het is ook wel weer... Dat vind ik dan van een advocaat wel heel pijnlijk. Weet je, dat je dan op het eind nog in twijfel trekt of dat ventje wel of niet in een gordel gezeten zou hebben. Ja. Dan denk ik, ja, kom op, weet je. Hij rijdt met 203 achter op die auto. Ja, ja, dat mannetje. Ja, dat met mannetje, drank op? Ja, ja, met drank op. En dan ga jij zeggen, joh, had dat ventje wel zijn gordeltje goed om. Denk ik, ja. Ja, nou, het enige wat hij goed gedaan heeft, is dat hij verschenen is. Dat is het enige wat hij goed gedaan heeft. Ja, voor de rest heb ik er geen woorden voor. En bij straf gaat hij ook gewoon terugkomen uit Rusland, heeft hij aangegeven. En dus ja, ja, na zijn carrière. Dan moet je nog afwachten wat gebeurt, hè? Of hij echt terug gaat komen natuurlijk. Maar ik heb die tweet zitten lezen van Saskia Belleman. Die doet altijd heel minutieus verslag. Nee, voor de mensen die het gemist hebben, hij heeft dus in een nacht... rond een uur of 12 met 203 kilometer een auto van een gezin geraakt... waarbij een jongetje overleden is. Ja, hij reed heel lang... te hard. En op het moment van de impact van die andere auto... was het rond de 200 km per uur waar je 100 mocht rijden. Ja. En heel veel drank op. Nou, zo'n 2 jaar geleden is de wet aangescherpt. Voor dit soort gedrag je al snel in de hoogste graad van schuld komt. De roekeloosheid. Dat is ook nu als bewezen verklaring door de officier van justitie gevraagd... waaraan een eis is gekoppeld van 3,5 jaar gevangenisstraf. Begin deze maand is er een soort gelijke zaak geweest... waarbij een jonge vent van 19 jaar ook met heel veel drank op veel te hard reed... 2 mensen dood, 2 zwaar gewonden. En de jongen is veroordeeld tot 2 jaar, van 1 jaar voorwaardelijk. Alleen dat was een jeugdstraf. Dus die eis die is geformuleerd. Ik denk dat die daar echt wel rekening mee moet houden. Ja. Die Vloed. Maar als je die tweets leest van Saskia Belleman... vooral dat moment van dat kindje, daar word je wel misselijk van. Ja. Maar die verkeerszaken, dat zijn wel hele heftige zaken vaak. Hè? Want ja, hier gaat hij met heel veel drank op in die auto zitten... maar met dit soort fatale afloop voor die slachtoffers en nabestaanden gruwelijk... maar vaak ook voor degene die achter dat stuur gaat zitten. Ik heb ooit een oude mevrouw bijgestaan die in de winkelstraat over iemand heen reed. Maar had ze niet door. En toen dacht ik, wat is dat? Toen ging ze terugrijden. Ja, weer over die persoon heen. En die mevrouw was ergens ver in de 70. Die bleek dementerend te zijn. Gruwelijke zaak. Ja. Maar ook voor zo iemand die achter dat stuur gaat kruipen, dat kan... Maar goed, in dit geval wat jij nu schetst met een dementerende vrouw... zit er niet van bewustheid bij van klopt, daarom wat komt je gaat doen. De eis er ook zo uit van 3,5 jaar. Ja. En dat is voor een verkeersfeit is dat een forse eis. Als nabestaande zal je ongetwijfeld zeggen, het is nooit genoeg. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Ja. Hij heeft het ook niet handig aangepakt. Hij had ook helemaal geen contact opgenomen met die familie destijds. Hij zei nu via zijn advocaat wel, dat ze dat wel hadden geprobeerd... maar daar kwam de advocaat van die nabestaande meteen op terug. Die zei, nou, dat hebben wij niet gemerkt dat je dat geprobeerd hebt. Nee, heftig allemaal. Ja.